50 punten te sprokkelen. Allemaal in de slotfase. Geen bonusronde meer. Rotterdam is natuurlijk de wielerstad van Nederland. Ga maar na in december de woningzesdaagse in Ahoy. En over een paar jaar de start van de Tour de France weer in Rotterdam. Ik hoop echt dat ze het binnenhalen. Ja, daar ben jij dan zeker bij. Nou, sowieso als supporter. Ja, natuurlijk. Hoe gaaf is dat? Gewoon een proloog en dan twee etappes. Nou, ik zou bijna overwegen om een comeback te maken. Je weet wie de laatste editie heeft gewonnen, hè? 2020. Ja. Ja. Je neefje, want dat moet ik nou toch even zeggen. Jullie zijn familie van elkaar, Juri. Doe je mee? Dit jaar? Ja, zeker. Okay. En Mim is gestopt. Daarom? Maar op nummer 2 stond Jan Willem van Schip. En die reed met de Pauw, die is ook gestopt. Dus nummer 1 en 2 samen moet goed komen. Ja. En hier wordt de zeilaar toch gewoon afgereden. Zoals altijd. Ja. Niks veranderd gelukkig. Het is wel een goede kerel. Hij reed 3 keer omheen, maar het was wel op zich best geschikte gast hier. En even voor onze administratie. Je werd? 87ste geloof ik. Ja, de laatste toch? Daarom zeg ik 87ste. Ja, dan zeg ik het wel. Nou, wacht ook een plankje. Er lagen heel veel plankjes, maar die bleven wel liggen. Ja, voor de mensen die dat dan weer niet weten, Bobby. Mathieu van der Poel tijdens de Olympische Spelen een nogal cruciaal plankje gemist. Sindsdien zien we Van der Poel niet. Is het einde seizoen voor hem, denk je? Nou, het gaat niet het einde van het seizoen zijn. Dat wil niet zeggen dat hij geen raad aanneemt van anderen, maar hij zal toch altijd ook zijn eigen mening hebben. Alles wat bij Mathieu van der Poel nu gebeurt, lijkt alsof dat een soort jongensboek is. Wat fictie is, wat helemaal niet kan in het echt. Dat je zo vaak wereldkampioen wordt in het veld en dat je dan ook nog Nederlands kampioen wordt. En dan win je ook nog de mooiste klassiekers die je maar kan winnen, die pakt je ook maar eventjes mee. Nu in het geheel, het houdt niet op. Voor mij, ja, ik ben nou niet echt iemand die ze zo naar ophemelt of zo, maar hij heeft iets wat je moet hebben om uitzonderlijk te zijn, denk ik. Mogen gewoon zitten op de tribune en staan op de vloer en rondlopen op de ringen. Dus in dat opzicht denk ik dat het vooral zal zijn waar we allemaal ontzettend veel behoefte aan hebben. Weer onbekommerd genieten van sport. En dan opluchting, hè? Ja, zeker. En dan zo'n jaar na de Olympische Spelen, nou ja, daar kijken we ontzettend naar uit. I get no time.